Reactie 3 gaat over de additie van waterstofbromide aan propien. Beetje analoog aan wat we bij propeen hebben gehad, maar nu voor een drievoudige binding een alkyne dus. Deze reactie gebeurt in twee grote stappen, twee delen zo je wil. En we starten met propien. Propien, drie koolstofjes en moet dus een drievoudige binding hebben. Dat betekent dat er daar al twee pi-bindingen in zitten die gebroken worden. En waterstofbromide, hetzelfde moleculetje als vorige keer. Ik ga hier net wat sneller over, omdat de stapjes zeer gelijkaardig zijn aan het vorige mechanisme. Zwakke pi-binding wordt gebroken en de elektronen worden weer naar rechts geduwd door CH3. Er verschijnt een negatieve lading op de rechter koolstof, een positieve op de middelste. Waterstofbromide splitst door polarisatie. Er was al meer EN-waarde bij brom, nu is de binding helemaal gebroken. Brom negatief, waterstof positief. Elektrofiele additie. Het elektrofiele deeltje valt eerst aan, de plus vliegt naar de min en hecht zich vast. Twee waterstofjes in de plaats van eentje. Laatste stap. Bromide vliegt naar de middelste koolstof die positief geladen was. En ons molecuul is neutraal geworden. Het heet drie koolstofjes lang propeen, prop 1-1 zo je wil, en op nummertje 2 hangt een brom vast, dus 2 brom prop 1-1. Ik zet daarbij onverzadigd, omdat er nog altijd een meervoudige binding zit, en we dus die stapjes allemaal nog eens kunnen herhalen. Dus in het tweede grote deel komt dat aan bod. Klopt de regel van Markovnikov al tot nu toe? De waterstof is gevlogen naar de meervoudig gebonden koolstof, een van die rechter twee dus, diegene die al het meeste waterstofjes had, dus de rechtse. De regel klopt weer. Deel 2, volkomen analoog. We hebben ook daar nog een zwakke pi-binding. De elektronen gaan weer naar rechts, dit keer door twee pijltjes. Straks iets meer daarover. Rechter koolstof negatief, middelste weer positief. Waterstofbromide, een nieuw moleculetje, hoog gesplitst. Waterstof met zijn plus vliegt naar de negatieve koolstof. Brom met zijn min vliegt naar de positieve koolstof. Dus eigenlijk volkomen hetzelfde, alleen hing er al een broompje aan vast. We hebben er nu twee. 2,2 dibroom propaan. Verzadigd, geen meervoudige binding meer. Klopt ook hier de regel van Markovnikov? Jawel, ook hier is de waterstof gevlogen naar de meervoudig gebonden koolstof, die al het meeste H-atomen had, dus weer de rechter koolstof. Dus twee grote delen achter elkaar. Dat betekent dat we twee keer waterstofbromide hebben toegevoegd, dus twee keer additie hebben gedaan. En dat we ook veel invloedsfactoren twee keer gaan terugvinden. 7 nummertjes om mooi te plaatsen ergens in ons mechanisme. Ik zet ze op die plaatsen waar ze ook van toepassing zijn. Nummertje 1. Zijn er ergens zwakke bindingen die gebroken worden? Jawel, we vinden dat zowel bij de eerste helft terug, daar is een zwakke pi-binding die breekt, en we hebben dat ook nog een keer in het tweede stuk. Ook daar een zwakke pi-binding die breekt. Weinig bindingsenergie om te overwinnen. 2. Polarisatie. Waterstofbromide is gepolariseerd en daardoor breekt die binding vlot. En dus moeten we dat in het tweede stuk ook nog eens aan bod zien komen. 3. Substituenteffecten. Groepjes die ergens op een of andere manier ladingen doen verschijnen. Zeker in het begin, CH3 had een positief inductief effect, wil graag meer plus worden, duwt met andere woorden de pi-elektronen naar rechts. Maar als hij dat in het eerste deel doet, dan doet hij dat in het tweede deel ook. Dus twee keer het plus-i-effect van CH3. Elektronen duwen. Maar er is nog een effectje dat speelt.
In dat tweede stuk hadden we het al eens over, daar staan twee pijltjes naar rechts. CH3 duwt één keer de elektronen naar rechts, dat is één van die twee pijltjes. Maar daarnaast is er nog een effectje dat speelt. Het komt niet zo vaak voor, het mesomereffect. Daarvoor moesten voorwaarden voldaan zijn, en die zijn ook voldaan. We hebben namelijk een dubbele binding. Net daarnaast, op één binding afstand, hangt een groepje, en dat is brom. En brom heeft in dit geval zelfs drie vrije elektronenparen. Dus drie voorwaarden voldaan, dubbele binding, net daarnaast een groepje en vrije elektronenparen. Dit is het type voorbeeldje geweest bij de uitleg over het mesomereffect. Dus, mesomereffect, aan de hand van dit molecuul hebben we dat uitgelegd. Brom kon een stukje van zijn tijd een dubbele binding maken met koolstof en dan moest er een zwakke pi-binding breken. Dus, wij tekenen die tweede situatie niet, maar ik kan wel vertellen dat brom helpt om die pi-elektronen naar rechts te duwen. Dus twee effectjes die allebei helpen om de binding ook daar stuk te krijgen. Vandaar dus een tweede nummertje 3 bij brom voor het mesomereffect. 4 hebben we niet, bij additie is er dus nooit een leavinggroep. 5, een stabiele overgangstoestand onder de vorm van een carbocation. Dit is een carbocation, een lang ion met alleen maar een positieve lading en die zit dan op de koolstof in het midden. Er hangt één CH3 groepje aan vast om de lading te helpen verspreiden. Dus, grotere ruimte, meer twijfel voor brom, deze overgangstoestand vorm je dus wat sneller. En dat helpt voor de reactie. Maar als we dat in het eerste deel hebben, dan moeten we dat in het tweede deel ook zien terugvinden. En, ook daar hebben we een carbocation, drie koolstofjes lang, positieve lading op de koolstof. Twee CH3 groepjes die de lading helpen verspreiden, dus nog liever gevormd dan het vorige carbocation. 6 en 7 hebben we altijd. 6 gaat over het reactiemilieu. Dat zetten we nergens bij omdat heel de reactie in dat milieu plaatsvindt. Reactiemilieu weer polair. We hebben heterolytisch gesplitst. We hebben ionen gemaakt. Die voelen zich goed thuis in een polair oplosmiddel en water is daar een zeer goed voorbeeld voor. Katalysatoren hebben we dit keer nog altijd niet. En 7, energie. Als je heterolytisch splitst, dan kijk je naar temperatuur. En additiereacties vinden altijd plaats bij eerder lage temperatuur. Het zijn altijd zwakke bindingen die moeten gebroken worden. Zo, dan hebben we de invloedsfactoren voor dit reactiemechanisme ook gehad.